zijn hier op de Vlaamse wegen met pittige hellingen en kasseistroken. Het is belangrijk natuurlijk een degelijk fiets bij te hebben die in orde is, versnellingen goed afgeregeld. Maar dan ook heel belangrijk voor de ondergrond. Goede bandenkeuze, goede bandendikte, goede bandendruk. Dat zal een beetje variëren tussen een 6 kilo en 6,5 kilo. En dat allemaal samen gaat ervoor zorgen dat je op een comfortabele manier normaal deze Classic moet kunnen afronden. We staan hier nu op de Eikenberg, een van de lastige bergen van de E3-prijs en ook van de Classic. Iets steiler dan het begin, een 11%, met dan een uitloper bovenaan, iets vlakker. Natuurlijk, we hebben een padje aan de zijkant waar de toerders op kunnen rijden. Maar als je niet zou kunnen het padje nemen, vooral gewoon op de bolling van de kasseien blijven rijden. Daar liggen de kasseien meestal het beste. Vandaag zie je een beetje minder goede omstandigheden. Gladde kasseien is ook heel belangrijk om goede grip te hebben met de tubes. En dan gewoon zo goed mogelijk achteraan op je zadel te zitten, dat je goede druk op je achterwielen kan zetten. Een van de volgende hellingen op het parcours is de Oude Quaremont. De Oude Quaremont is de langste helling in het parcours. 2,2 kilometer. Het eerste stuk, het steilste stuk, waar we nadien op het Quaremontplein uitkomen. Om nadien het tweede gedeelte van de Quaremont aan te snijden, de lichte uitloper. Meer in open vlaktes, waar de wind dan ook weer kan spelen. Na de Quaremont steken we de Ronde van Vlaanderstraat over, ook wel bekend van alle voorjaarsklassiekers. Om dan zo in snelle afdaling naar de Patersberg te gaan. Je komt van een hele snelle afdaling, draai je 90 graden op. Dus ik zou de toerders aanraden, schakel op tijd voor de bocht. Laat genoeg ruimte op je voorganger, dat je de ruimte hebt om de helling goed op te fietsen.